In het land van de westerse RPG's is BioWare koning. De ontwikkelaar kwam de afgelopen jaren met prachtige games als Mass Effect, Star Wars Knights of the Old Republic en Jade Empire. Maar lang daarvoor was er Baldur's Gate, een RPG die zo hardcore is als het maar kan. Uitgebreide regels, veel mogelijkheden om je personages uit te bouwen en heerlijk klassieke clichés gemengd met originaliteit maakten deze game zo goed. En laten dit nu net de dingen zijn die Dragon Age Origins ook kenmerken. Wie Dragon Age start merkt meteen dat dit niet zomaar een simpele game is. Niet alleen kun je kiezen om als elf, mens of dwerg aan de slag te gaan, je moet ook nog eens aangeven wat je afkomst is. Ben je bijvoorbeeld opgegroeid in het bos of kom je uit een stad? Ben je als dwerg de zoon van de koning of juist een kruimeldief in de sloppenwijken? Afhankelijk van je keuzes word je in één van de 6 beginverhalen geplaatst die Dragon Age rijk is. De eerste uren die je als dwerg speelt zijn dus echt compleet anders dan de eerste uren van een speler die als elf in het bos opgroeit. Deze keuzes hebben nog tot ver in de game invloed op het spelverloop, doordat mensen je bijvoorbeeld anders behandelen. It's a Dalish! And you three are somewhere you shouldn't be. Vanwege al deze keuzes zullen er genoeg spelers zijn die de game na het uitspelen, waar vele tientallen uren in gaan zitten, nog eens opnieuw beginnen vanuit een ander perspectief. De lange zit blijft dan ook tot het einde en zelfs daarna nog net zo interessant als de eerste minuten. Het bieden van verschillende startpunten past perfect bij Dragon Age, een game die eigenlijk altijd wel bezig is met het bieden van keuzes. Zo zijn er een aantal menuschermen die vol komen te zitten met zelfontwikkelde potions, herbs, traps en ander materiaal waar je kleine statistieken mee kunt opkrikken. Daarnaast vind je talloze wapens en stukken uitrusting met elk hun eigen voordelen en ben je tussendoor nog eens bezig met het ontwikkelen van je personages. Welke specialiteit ga je leren? Welke skills zijn het belangrijkste? Op welke gebieden ga je je ervaringspunten verdelen? Keuzes, keuzes, keuzes en dan hebben we het nog alleen nog maar over de menuschermpjes. Eenmaal op pad in de wereld Ferelden liggen er namelijk nog veel meer keuzes op je te wachten. Terwijl de mensen, dwergen en elfen op het punt staan hun koninkrijk te verliezen aan de helse Darkspawn, hebben ze hetzelfde druk met hun eigen politieke spelletjes om de ware dreiging in te zien. Nonsense. Why would I lie to you? Ze zijn vergeten hoe hun voorouders eeuwen geleden de handen ineens sloegen om deze dreiging af te wenden. Iemand moet nu heel het land afreizen voor het te laat is en alle rassen weer samenbrengen in één immens leger dat de Darkspawn kan stoppen. En dat gaat niet zonder slag of stoot of zonder honderden conversaties en quests. Perhaps. Het stemmenwerk is daarin niet altijd even goed, maar de inhoud leidt daar niet onder. De vele quests zitten meestal goed in elkaar. Je krijgt uitgebreid de mogelijkheid om een conversatie en het verloop van een quest naar je eigen hand te zetten. En de achtergrondinfo leert je langzaamaan over een bijzonder weldoordachte fantasiewereld. Je proeft de sfeer van het overtuigende Ferelden als je er doorheen dwaalt, net als de dreiging die voor de deur staat. To arms, my brethren! And Draste will grant us victory! Die dreiging is ook duidelijk aanwezig in de vele vechtpartijen, want de moeilijkheidsgraad van Dragon Age is behoorlijk wisselvallig. Gelukkig maken de hardcore opzet van de gevechten en de uitgebreide tactische opties ontzettend veel goed. Wie geen pak slaag wil, moet regelmatig op pauze drukken om rustig de volgende zetten uit te stippelen. De echte slimmerik heeft echter van tevoren in het tactics menu al lang en breed aangegeven wat zijn teamgenoten moeten doen. Zo geneest onze mage automatisch de teamgenoot met de minste energie en vallen onze warriors automatisch de vijand van ons hoofdpersonage aan. Moeilijk, ja, soms wel hoor, maar altijd voorzien van heerlijk tactische mogelijkheden. Dragon Age Origins is een RPG van de oude stempel. Eentje met zowel klassieke waarden als welkome innovaties. Keuzes genoeg in deze game, maar iedereen die de meest uitgebreide en beste hardcore high fantasy RPG van de afgelopen jaren wil spelen, wordt het kiezen makkelijk gemaakt. Dragon Age Origins is dé game om voor te gaan. Kleine schoonheidsfoutjes worden bijna helemaal weggevaagd door een episch verhaal dat op grootse schaal verteld wordt. En we kunnen de PC-versie van deze game dan ook niet minder geven dan een 9. Mercy! We'll leave! We'll do whatever you want! Just no more!